Beste familie, vrienden, buren, aanwezigen. We zijn vandaag 7 juli 1973 en we gaan vandaag Maria Mommens in het echt verbinden met Marcel. Marcel Peijs, jullie mogen gaan zitten. Ik denk dat ik de laatste tijd ook veel komen biechten, hè? Maar ja, even terzijde, voor jullie in het echt gaan verbinden. Ik ga hier een uur een misviering doen. Dan zei ik gisteren misschien ook met die sloeber. Het jaar wordt ook hier, want anders kunnen we beter misschien al hier stoppen, namelijk uw biechten. Meneer Pastoor, je zei het een uur, hè? Als we nu 50 jaar hier gaan naspelen, dat gaat veel te lang duren, hè? Ik stel voor dat we die 50 jaar een beetje gaan recappen in een samenvatting. Ik ga er iemand bij halen die nogal goed is in samenvattingen. Ja, dat klopt. 50 jaar lang, dat is een hele lange tijd. Dus, vrienden en familie, ik neem jullie graag mee naar 8 augustus 1971. Ik neem jullie mee naar feestzaal Heuvelheem in Bocholt, waar op dat moment het kermisbal plaatsvindt. Tientallen aanwezigen hè, die avond, tientallen dames in de zaal, maar Marcel Peijs die had maar oog voor één iemand, voor Maria Mommens. De jonge dame met de mooie krullen die hij trouwens al kende van de KAJ. En dan, wanneer Vaya con Dios van de Kerst begint te spelen, dan waagt Marcel de kans. Hij raapt al zijn moed bij elkaar, hij slaat zijn pintje jubilair, of twee, achterover, hij stapt op haar af en hij vraagt haar ten dans. Zij accepteert ze dansen en op de klanken van Vaya con Dios slaat de vonk over. En voilà, van het een komt dus het andere. Ja. En dat brengt ons waar we daarnet waren. Dat brengt ons op 7 juli 1973. Vanaf dan zouden ze nooit meer van elkaars zijde wijken. En die band die werd al gauw verzegeld met hun eerste kind, want daar was Bart. En blijkbaar was eentje, geentje, want een jaar later stond Geert al daar. En dus ja, ze beleefden allerlei avonturen hè, met elkaar. En het huis werd zodanig te klein, want die twee konden blijven wel wat stoten uithalen, is mij verteld. Het huis werd te klein en ze trokken naar de Kakenbeekstraat in Krijl. En ik vraag me af of ze toen al beseften hoeveel jaren lief en leed ze daar zouden beleven samen. Maar blijkbaar was het gezin nog altijd niet compleet. Nee, want ze besloten om toch voor nog een kind te gaan. Een keuze waar ik zelf wel blij mee ben. En dat was dan hun dochter Saga. En dan de volgende jaren beleefde het gezin allerlei avonturen en uitdagingen. Of ze nu hard aan het werken waren in de cafetaria, sporthal, of ze genoten van een welgeringe vakantie naar Spanje. Of als ze samen nieuwjaar gingen vieren op de heis met de rest van de familie. Maar goed, ja, kleine kinderen die worden groot. En ja, de rust keerde langzaamaan terug in huis. Hè. Tot dan, kleine kinderen. Ja, mea culpa, mea culpa. Dus toen werden ma en pa, of mama en papa, werden Moeke en Paking. Een rol die ze nog altijd met heel veel trots vervullen. Ja, en dus nu wel interessant, hè, dames en heren, want nu kan ik op mijn eigen ervaring vertellen. Want als ik denk aan Moeke en Paking, dan denk ik aan mensen die altijd klaarstaan voor ons. Ik denk aan mensen die ons altijd steunen, nog echt altijd, in van alles wat we mee te maken krijgen. Ik denk aan fijne familiefeesten. Ik denk aan de heerlijke feestmaaltijden van ons Moeke. Ik denk aan het feit dat niemand van ons ergens in het dorp ons kan voorstellen zonder te horen van ah, dan zijn jij er wel met Marcel thuis, hè? Nooit. Nee, maar ja. Dus, Moeke en Paken. Jullie zijn beide uit een heel warm nest gekomen. En datzelfde warme nest hebben jullie geboden voor jullie kinderen, maar ook voor jullie kleinkinderen. En ik ben er dan ook 100% van overtuigd dat wanneer de kroost uit jullie voortkomen, zien hoe jullie diezelfde warmte en liefde meegeven, dat ze ongelooflijk trots zouden zijn.
Jullie zijn uw ouders. Jullie zijn grootouders. Misschien ben ik wat overgrootouders, maar ik heb niks te melden of zo. Sorry. Nee, wat zouden wij zijn zonder ons Moeken en Baken? Moeken en Baken, vanuit de grond van ons hart, van ons allemaal, zo hard bedankt voor al die mooie jaren. Ik wens jullie nog heel veel mooie jaren om te gaan met veel liefde, geluk, samen zijn. En trouwens bedankt aan iedereen die er aanwezig is om getuige te zijn van deze viering van de liefde. En daarom heffen we het glas op jullie. Nog even wachten, want nu dat we hier toch allemaal samen zijn, ik heb dat ja-woord ook nooit gezien. Ik was er ook nog niet bij. We hebben de pastoor toch nog hier. Het heeft niks te doen. Dus zou ik eigenlijk wel eens willen weten als jij dat ja-woord nog eens zou willen herhalen na 50 jaar. Moek en Paken, komen jullie erbij? Je Marcel Thijs, neemt jij Maria Mommens na 50 jaar opnieuw voor je werken echo, maar belooft jij om regelmatig nog eens een terrasje te doen, iets lekkers te gaan eten en een fietstochtje te doen? Heel graag. Ja. Dat is je graven, hè? Ja. Maria Mommens, dat is een andere koek, hè? Belooft jij na 50 jaar dat je je mensen het weekend als Kaarsen Genk speelt met rustplaat, zo'n chipjes koud in de frigo zet en vooral Lijs paprika chips in voorraad hebt? Dat kan overtuigender, hè? Ja. Dan zijn jullie na 50 jaar opnieuw hertrouwd tot man en vrouw. Dan mogen ze dat brengen. Ja. Sal, ga je nu moeten uitleggen wat er nu te doen staat, hè? Thank you.
Thank you.
Ik ben volledig onder u.